Mensen met een juridisch probleem zijn vaak kwetsbaar. En dan zijn ze ook vaak afhankelijk van een advocaat. Het is onze taak te zorgen dat zo'n advocaat voor zijn taak berekend is. En daarom zetten wij in op de kwaliteit en de integriteit van al onze advocaten. Advocaat en officier van justitie zijn elkaars professionele tegenspelers en tegensprekers. Dat kun je pas goed doen wanneer je elkaars rol en verantwoordelijkheid goed begrijpt en goed aanvoelt. We hebben laten zien in de afgelopen jaren dat we veel aan elkaar kunnen hebben als het gaat om het aanpakken van ingewikkelde vraagstukken zoals de advocaat bij het politieverhoor of de vernietiging van geheimhoudersgesprekken. Ik zou ook graag zien dat we in de toekomst meer aan elkaar hebben als het gaat om investeren in elkaars vakkennis en in de rollen en verantwoordelijkheden waar we elkaar zo nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke stages. De beginnende advocaat die stage loopt op een parket. Of de beginnende officier die ook, als hij niet een RAJO-achtergrond heeft, op een advocatenkantoor de advocatenpraktijk leert kennen. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat meer begrip voor elkaars verantwoordelijkheid een rol zal kunnen meebrengen. En dat we elkaar ook als krachtige tegenspelers daarvan zullen kunnen profiteren. Ik sta voor de gefinancierde rechtshulp. Het afgelopen jaar en het komend jaar blijf ik me ervoor inzetten dat mensen met een smalle beurs een beroep kunnen doen op kwalitatief hoogstaande rechtshulp. Daar blijf ik me hard voor maken. Wat ik erg prettig vond het afgelopen jaar is dat ik goed met de orde heb kunnen samenwerken op het gebied van de griffierechten. Het was fantastisch om te zien dat er zoveel advocaten, belastingadviseurs en ook mensen van het notariaat naar Den Haag kwamen afgelopen september om te laten horen dat zij het niet eens waren met het voorstel van de regering wat betreft de griffierechten. Wel mis ik nog een duidelijke stellingname van de orde waarin ook anderen, niet alleen advocaten, maar bijvoorbeeld ook burgers zich kunnen herkennen, zodat mensen wat meer weten over wat de orde eigenlijk doet en waar ze voor staat.